In de Grunobuurt is vandaag begonnen met het boren van twee gaten van 130 meter diep. De gaten maken deel uit van een systeem waarmee de toekomstige bewoners van de Grunobuurt er straks warmpjes bij zitten. Woningcorporatie Nijensteen gaat de huizen verwarmen met een zogeheten koude warmtesysteem. In de zomer pompt het systeem door de zon verwarmd water naar 130 meter diepte. Het water wordt dan in de winter weer opgepompt om de huizen te verwarmen. Nou, het werkt door middel van de aardwarmte. Die kunnen we dus door middel van allerlei pompsystemen kunnen we die op gaan waarderen. Zodat we dus de temperatuur omhoog kunnen brengen. We kunnen het een paar graden aan het systeem onttrekken. Daarmee kunnen we dus verwarmen. De toekomstige wijkbewoners hebben straks geen gasaansluiting meer in hun huis. En dus ook geen gasrekeningen meer. In de eerste plaats hebben die woners natuurlijk geen gasaansluiting meer. Dus het is ook op elektrisch koken is het. Dus je hebt die vaste lasten van het gas niet meer. Het elektra zal naar verhouding iets meer zijn voor de woning. Maar verder zijn de energiekosten aanzienlijk en aanzienlijk lager. Het was niet meer lonend om de oude huizen van de buurt te renoveren. De Grunobuurt gaat daarom volledig tegen de vlakte. Dit onder andere omdat de huizen moeilijk warm te stoken zijn. Eigenlijk geldt dit voor heel veel huizen van Nijensteen, maar al die huizen slopen is geen optie. Slopen is een sociaal-maatschappelijke discussie. Het gaat over mensen, het gaat over beleving. En dat is iets anders dan het technisch omduwen van woningen en nieuwe woningen bouwen. Maar voor nieuwbouw is dit eigenlijk de aangewezen weg? Voor nieuwbouw is dit een goede methode om op lage energiekosten uit te komen. En voor oudbouw zul je echt andere oplossingen moeten verzinnen. Dus die woningen die op dit moment heel slecht in de energie zit, die worden, daar hebben we een heel groot programma waarmee we dus de woningen dus allemaal gaan opwaarderen. En daar zijn we al heel druk mee bezig. Dus daar zijn we al met honderden woningen mee begonnen.